Zit je haar goed, Mark? Ja, mijn haar zit goed voor mij. Het gaat hartstikke goed. Muts goed, zo goed. Ja, wat een mooie muts is dat. Goed. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen, Willem? Wij gaan in de aanloop naar 21 maart met grote regelmaat vlogs maken. Ik heb het nog nooit gedaan. Maar het ik ook niet. Het lijkt me hartstikke leuk om te doen. Maar misschien moeten we ons eerst even voorstellen. Begin jij maar met mij te introduceren. Ja? Mark Hoogstad. Mastodont onder de verslaggevers, politiek verslaggevers in Rotterdam, 47 jaar, maar dat zou je hem absoluut niet geven. Nee, vind ik ook. Vader van twee prachtige dochters. Zeker. En trotse inwoner van Rotterdam-Noord, zou ik zeggen. Ja. En niet te vergeten, 20 februari, zet het in uw agenda. Ja. Een boek. Ja. Over 10 jaar? 10, 15 jaar Rotterdam. De titel is Rotterdam, stad van twee snelheden. Maar daar gaan we het later nog een keer daar over gaan hebben. We het, dit is Willem Zonneveld. 34 jaar, vader van twee dochters, docent maatschappijleer op een middelbare school en voormalig fractiemedewerker hier op het stadhuis. Waar ik het met jou over wil hebben vandaag bij deze kick-off is het fenomeen Jos Verveen. De BV Jos. De BV Jos. Hoe kijk jij aan tegen zijn politieke sprong in het... Ja, is het het duister of wat? Het diepe. Het diepe, oké. Okay. Ja, maar die zat er onvermijdelijk aan te komen nadat hij zich vreselijk onmogelijk had gemaakt met een klein interviewtje in de krant. Ja. En ik denk dat, ja, dit was het enige wat hij kon doen. Ja, maar het slimste wat hij kon doen. Ja, en het lag al, dit heeft hij helemaal uitgedacht. Ja. Want dat hij niet lekker in die fractie zat, dat was al jaren bekend. En hij heeft gewacht tot het moment en als je ziet... hoe die nu zijn machinerie voor elkaar heeft, dan neem ik mijn hoed vooraf. Maar dat duidt wel op enige voorbereiding. Ja, ja. En, maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik me afvraag of onze Jos, ik gun het hem van harte, laat het gezegd zijn, of die überhaupt een zetel gaat halen. Ja. Moet wel iets korter. Wat? Dit was in bijna een minuut. Nee. De kijkers zijn afgehaakt. Nee joh, ben je gek. Nee, maar... nee, ja, nou kijk, dat hij het voorbereid zeker, want hij heeft opeens een Twitter-account met meer dan 6000 volgers. Ja. Dat betekent dat hij gewoon een of andere D60-account, want hij was de vorige keer natuurlijk was die campagneleider, heeft hij dat ding gewoon zitten ombouwen, nieuwe naam. En nu heeft hij Stadsinitiatief Rotterdam, wat ook discutabel is, want het is een bestaand iets en zo, om dan zo meteen ook je partij zo te noemen, dat is een beetje belachelijk. Maar kijk, het is wel zo dat van Jos, je kan ervan zeggen wat je wil, maar kijk, we staan hier voor het stadhuis. Ja. De toilet is er nog niet. Nee. Kerstboompje staat nog. Ja. Joost, wanneer gaat hij weg? Wethouder binnenstad, Adriaan Visser. Maar, dit gaan we knippen. Ik denk wel dat hij is een van de slimste raadsleden. Hij heeft een ongelooflijk talent voor publiciteit. Ja. Hij heeft de nummers van alle journalisten gewoon als eerste in zijn telefoon staan. En hij belt gewoon om en om op. Ja. En dan heeft hij weer nieuws. Ja. En ik kan nu al 3 verkiezingspunten van hem noemen. Van al die andere partijen kan ik dat nog niet. Dus hij wil conciërges in elke wijk. Hij wil twee keer per jaar wil hij een referendum. En hij wil dat hele gebeuren rond de Kuip weer eens flink ter discussie stellen. Ja. Omdat hij denkt dat er te veel geld naartoe gaat. Dus maar mag ik dan aan jou vragen? Denk je niet dat hij een beetje te vroeg aan het pieken is? Ja, veel te vroeg. We zitten nu in de eerste, tweede week van januari. Dus we moeten nog wel flink wat weken. Dus mijn gevoel zegt dat hij te veel aan het pieken is. En hij rekent zich een beetje rijk door dat Feyenoord-legioen. Als ik naar het Feyenoord-legioen kijk, het gros van de jongens en meisjes, laat ik ze niet vergeten, mensen, woont helemaal niet in Rotterdam. Dus die hebben geen stemrecht. Die wonen in Spijkenisse en Barendrecht. Maar toch denk ik dat als het hem lukt om van dat hele Feyenoord te doen, en er zit super veel emotie en... Ja. Gevoel, als hij daar een verkiezing uit heeft weten te maken, dan gaat hij die ene zetel sowieso pakken en misschien die tweede ook nog wel. Ja, maar, nee. Ik zie het niet gebeuren, maar tegelijkertijd, hij is handig genoeg om het zo voor elkaar te krijgen. Maar wat laat hij achter? Ik bedoel, hoe kijk jij naar deze 66? Ja, die liggen volstrekt in de touwen, zou ik zeggen. Ja. Ja, ik ken die nieuwe kandidaten nog niet erg goed. Saïd Kasmi, ik weet alleen van hem dat het een verbinder is. Nee, dat is een beetje flauw, maar dat roept hij nogal vaak. Daarachter staan 5 vrouwen, dat heb ik begrepen. Ja, Charlie's Angels, maar dat moet je niet te hard roepen, want dan worden ze boos. Ja, maar ik weet het niet. Kijk, hij was van deze fractie verreweg de meest zichtbare. Wie?
Jos? Ja, Jos. Van D66. Ja. En dus ook de beste, zou je kunnen zeggen. Nou, ja, dat is iets te kort door de bocht. Dat is iets te kort door de bocht. We moeten even knippen. We gaan even beraden wat we nog meer gaan zeggen. Het is nog maar het begin. Ja. Lieve kijkers. Ja, beste kijkers. Volgende week zijn we weer terug. Ja, en denk ik, ja, we hebben heel veel plannen, maar dat gaan we allemaal niet toelichten. Dat merken we allemaal vanzelf. We zijn gewoon begonnen. Daarom. En ja. Nou, dat was het. Doei. Ik denk alvast wel. Nou ja. Doei. Doei.